Je traint meestal vroeg in de week 2 keer per dag. Dus 1 keer in de ochtend, 1 keer in de avond. Meestal in de ochtend heb je gewichttraining, strength en conditioning trainingen. En in de avond heb je skills en teamtrainingen. Een training is ter voorbereiding op een wedstrijd. Dus je bent mentaal bezig met de voorbereidingen. En je temporiseert ook wel een klein beetje. Tegelijkertijd wil je wel de wedstrijdintensiteit simuleren. Zodat je wel voorbereid bent op wat er gaat komen. Maar bij de wedstrijd geef je natuurlijk 100% focus en energie. Basketbal is eigenlijk ontworpen als een sport die met non-contact. Dus er mocht geen contact worden gemaakt. Daar is weinig van over. Basketbal is een hele, hele fysieke sport, zeker op mijn positie. Er wordt veel geduwd en getrokken om positie te krijgen en om een voordeel te krijgen op je tegenstander. Nou, het beste hoe je ermee om kan gaan is toch je doorheen zetten en het zien als een uitdaging. Ja, voeding en rust zijn natuurlijk minstens net zo belangrijk als de trainingen. Dat is eigenlijk alleen maar meer en meer gebleken. Als jij een lange, succesvolle carrière wilt als topsporter, het maakt niet uit of het basketbal is of wat voor sport dan ook, is voeding en rust natuurlijk essentieel. Ik had eigenlijk met mijn fysiotrainer overlegd over mijn energielevels en mijn mate van herstel. Ik merkte naarmate ik wat ouder werd, dat ik wat langzamer herstelde dan voorheen. En de producten van Herbalife Nutrition helpen daar uitstekend bij. De proteïne shake van Herbalife Nutrition, de Rebuild Strength Shakes heten ze. En de Achieve Bars gebruik ik heel veel. 21, Thomas van der Was. Mijn filosofie is zorg ervoor dat je nooit too high of too low bent. Tegenslagen ga je altijd hebben, maar als jij zorgt dat er een soort van bodemtje ligt in jouw approach naar trainingen, naar wedstrijden toe, en dat je gewoon stabiel bent, dan helpt dat in je performance, in je mentale en fysieke welzijn. En dat geldt dus ook voor de andere kant, ook voor je hoogtepunten. Het is ook belangrijk om niet too high te worden naar een goede overwinning of naar een goede reeks. En welke mate ik nog bezig ben met basketbal nadat ik terugkom van een wedstrijd of van training. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, daar ben ik helemaal niet meer mee bezig. Ik heb echt mijn tijd weg nodig van het basketbalveld om dan vervolgens weer terug te komen en alles te geven.